Mijn naam is Henk Hanskamp en binnen ons bedrijf Hanskamp zijn we elke dag bezig om unieke oplossingen voor melkveehouders te bedenken. En waar we de laatste tijd over nagedacht hebben is van hoe kunnen we de sector verduurzamen. De koeien die dragen een deel bij aan de uitstoot, maar hoe kunnen we dat reduceren? Onder andere hebben we het dan over de ammoniakuitstoot. Er zijn ontzettend veel bedrijven bezig met de vloer, met luchtwassers, etc. Dus dan heb je eerst een probleem veroorzaakt, dan ga je het oplossen. We hebben met elkaar gekeken van hoe kunnen we dit in de bron oplossen. Dus hoe zorgen we in de bron dat de urine niet bij de mest komt? Want zo gauw we die twee gescheiden hebben, hebben we geen uitstoot. En dat wil ik jullie even laten zien. Kom maar mee. Ja, hier zijn we bij een melkveebedrijf en hier draaien we met het koetoilet. Het vrijwillig urineersysteem, zodat we de urine en mest apart opvangen. En ik ga u dat laten zien, maar vooraf ga ik u laten zien hoe het werkt bij een koe. We hebben natuurlijk de anus, de vulva en de banden naar het uier. En hier lopen zenuwbanen. En als je die op de juiste manier raakt, en op die manier, als je deze zenuwbaan op deze manier raakt, dan gaat de koe spontaan plassen. Dan krijgt hij een zenuwreflex waarmee hij een plasneiging krijgt en onmiddellijk zijn plasje gaat doen. We hebben vanuit Hanskamp een uniek koetoilet ontwikkeld. En die koetoilet die is hangend opgehangen. Die kan dus vrij naar links en naar rechts bewegen. Hij kan vrij van voor naar achteren. Hij geeft nauwelijks tegendruk. Want het gaat er maar om of we de koe raken op de juiste hoogte. En op het moment dat hij gaat plassen, dan komt het hier in de zeef. Urine loopt het toilet in en wordt direct door de zuigleiding afgezogen. En op deze manier voorkomen we dat de urine op de grond valt, maar onmiddellijk separaat opgevangen wordt. We staan hier bij duizenden liters urine die we separaat opgevangen hebben door middel van ons koetoiletsysteem. Dus hier hebben we de urine apart opgeslagen van de mest. Dus in plaats van één afvalproduct hebben we hier twee unieke grondstoffen. Wat we hiermee doen is dat we een pilotproject hebben met een lokale tuinbouwer, fruitteler, dat deze urine naar die groenteteler gaat. Als ik even over internet surf, kom ik ook mogelijkheden tegen. Dat we daarop kunnen rijden, dat we energie uit kunnen halen, dat we stroom uit kunnen wekken. Ik kom ook tegen dat we waterstof uit urine veel makkelijker te winnen is dan waterstof uit water. Wij zijn op zoek naar start-ups, bedrijven die hier wat mee kunnen, die hier wat mee willen. Want als we even terugrekenen, elke koe vangen we nu circa 10 liter op per dag. Als we uitrekenen dat we 1,5 miljoen koeien in Nederland lopen, hebben we dus 15 miljoen liter per dag in Nederland. Nou, daar moeten we met elkaar toch wat mee kunnen. En dit is volgens mij stap 1, dat we de urine separaat opvangen en daarmee al naar een schoner, beter stalklimaat gaan.